Dit is een werk van Marcel Dupré die het hele orgelspectrum in Frankrijk in het bijzonder omverwierp. Hij was de opvolger van Lemaire en hij zorgde in Amerika voor een enorme sensatie om de tonaliteit een andere inhoud te geven. De muziek is nog tonaal, maar heeft een bij tijd en wijle bizarre, ik zou wel zeggen wat cubistische uitwerking. Je houdt ervan of je houdt er niet van, of je houdt er zo nu en dan van. Dit vind ik een geweldig mooi stukje, misschien onder de noemer van nou maak het maar.